12 naar huis. De gele, dat zijn de 1- en 2-persoonshuishoudens. Een blauw is voor 3- en 4-personen. En vanaf 5 personen krijgt men een rode kleur. Die kleur die zetten we op de kaart, zodat onze uitdelers in 1 oogopslag kunnen zien wat ze mogen geven. Vorige week iets heel leuks, toiletrollen. Nou, er was niet genoeg voor iedereen om een pak mee te geven, dus dan gaan we die pakken openmaken en dan krijgen de mensen per persoon van het huishouden een rol mee. 198 alleenstaande of 2-persoonshuishoudens, 90 gezinnen van 3 of 4 personen en 53 gezinnen meer dan 5 personen. Wij krijgen onze goederen onder andere van bedrijven, vanuit acties van scholen, van particulieren. Er wordt heel veel geruild met andere voedselbanken. Het is juist ook door die ruiling dat wij onze pakketten kunnen vergroten. Wij als organisatie draaien volledig met behulp van sponsoren en giften, kerkcollectors. Ja, en als wij het geld niet hebben, dan is Vincentius degene die ons daarmee helpen. Ja, dat is andere koek. Dus alles wat je hier ziet, is eigenlijk voor 80% bij elkaar geschooid. De voedselbank die doet een voorziening voor mensen die tijdelijk geen financiële middelen hebben om in hun bestaan te kunnen voorzien. Het zijn mensen waarvan de lasten dermate gestegen zijn, maar de inkomen dermate gedaald is. En dat kan door werkloosheid zijn, door een echtscheiding, een verlies van een partner. En dan niet meer in staat zijn om al hun financiële verplichtingen te voldoen. En al zeker geen geld meer overhouden om fatsoenlijk eten te kopen. Als mensen bellen of mailen of willen aanmelden voor een voedselpakket, dan verwijzen wij altijd naar maatschappelijk werk. Als mensen niet naar maatschappelijk werk willen, ja, dan houdt het gewoon het hele verhaal op. Wij doen geen intakes, wij doen niet aanmelden. Wij kunnen hooguit 1 keer een noodkaart verstrekken. Maatschappelijk werk die haalt op die manier hun cliënten binnen. Dus daarom doen ze dat ook voor ons. Dus de mensen die nu komen via de voedselbank, die zouden ze anders waarschijnlijk voor een groot deel niet zien. Mooi, hè? Maar mocht het zo zijn dat de mensen al een hulpverlener naast zich hebben, bij een andere instantie, bij mee of bij de thuiszorg, die ook inzicht heeft in hun financiële situatie, dan mogen die mensen het ook aanmelden. Maar er wordt ook nog eens gekeken wat kan er gedaan worden om de mensen weer uit hun problemen te helpen. Wij draaien echt volledig alleen maar op vrijwilligers. Even een maatje weten. Die komen aanwaaien, soms via een advertentie via Breda Actief. En de meesten die hier aankomen waaien blijven ook heel lang. Mensen die krijgen de producten aangereikt aan de hand van de gegevens op de kaart. Het is niet de bedoeling dat men dan vraagt om andere producten om het te ruilen. Want dat kunnen wij met 300 gezinnen niet handelen. Alsjeblieft.
Ik heb wat betreft voor onze deelnemers altijd nog best wel een wens. En dat is bijvoorbeeld dat mensen fruit komen afgeven. Verse groenten, vers fruit, wat allemaal nog hartstikke goed is. En dat wens ik de mensen toe. Want geloof me, mensen zien wij hier soms ziekelijk binnenkomen en na een aantal weken echt wel weer opknappen. Mensen die al heel lang slecht gegeten hebben.